Het nieuwe jaar beginnen zonder regeerakkoord en hele zware straffen op ik hou je aan je woord. De kruisraketten mogen ons land in op een keer, maar we kunnen niet beloven tot hoever en tot wanneer. Als wij geen afspraak maken, is Bouterse de klos. Wordt het de Bijlmer Baaiers of ontvangst op Huis ten Bos? Joop den Uyl kan in zee, als hij wil met de hele VVD. Als er niks is afgesproken, kan hij naar binnen lopen. Zo in de sfeer van Nelly, Nelly, pak me nog een keer. Jongens, ik vind het heerlijk om vanavond weer terug te zijn in de Lamar. Het is in de wereld en vooral in Amsterdam goed verdeeld en eerlijk verdeeld. Fien in Carré en ik in de Lamar. Oorspronkelijk wil ik het ook wel eerlijk zeggen, bekennen zelfs. Ik was eigenlijk van plan deze oudejaarsavond in Den Haag te doen. Ik ben natuurlijk een geweldige conservatief en ik hou van het Lamar Theater. Maar in Den Haag zit je bij de bron. En aangezien er op het ogenblik door het nieuwe kabinet nog zo ontzettend weinig bron is, begrijp je, denk ik, als er een druppeltje uitkomt, heb ik het eerst. Dus ik wilde het absoluut in Den Haag doen, maar dat kon niet, want de Ridderzaal was niet vrij. En ik had al interviews in mijn hoofd. Ik had leuke interviews willen maken met Van Ardenne. Leuk. Van Ardenne en Sweetert en Jaap Mets. Leuk, hè? Ja. Van Ardenne, Sweetert en Jaap Mets. En die had ik in de Ridderzaal ook best kunnen interviewen. Maar hier in de Lamar, op dat kleine toneel met die snikhete lampen boven hun hoofd. En dan al die mensen met dat boter op hun hoofd. Nee, dat kan niet. Dat kan niet, Rosso. Nee, nou ja, dan moet ik ook helemaal eerlijk zeggen, ik, wat? Die lacht te vroeg. Wacht maar, als hij op slot ook nog lacht, krijgen we van mij een prijs. Maar dat doet dat niet. Maar we hebben al een keer gespeeld. Oh nee, dat moet niet, want het is een rechtstreeks uitzending. Nou, geef niet. Niet laten werken hoor, het is allemaal van tevoren opgenomen, maar dat moet je niet laten werken natuurlijk hoor. Nou, moet je horen, want om Zwitserland lachen vind ik niet meer zo leuk. Vindt u dat wat? Nee, dat is niet leuk. Om Zwitserland lachen, dat is nou zo afgetrapt. Bovendien, ik heb dat allemaal achterna gehad. Het is, zit een koppetje op en heb ik altijd, nee, kan je zeggen wat je wil, economie gestudeerd in Rotterdam en geslaagd fraude cum laude. En hij zit nog net niet in het nieuwe kabinet, dus ongelukken zijn er ongeveer voor. Oh nee, hij heeft er 3 dagen in gezeten. Nee, dat krijgt hij toch. Nou, dat doet er dan niet toe. Ja, dat doet er dan niet toe. Dat vind ik nog niet zo erg en niet zo jaloers. En wij krijgen weer wat anders, kan je dat nou schelen? Nou, hij krijgt geloof ik 250.000 of zo, dat weet ik niet. Dat kan me allemaal niks schelen. Nieuwe kabinet gezien, het is er, dat vind ik altijd mooi. De traditionele foto van het nieuwe kabinet, heb je dat gezien? Prachtig, hè? Beatrix in het midden, die leent dan het gezicht van de moeder even voor die dag, weet je wel. Ja. Die heeft, met dat gezicht, Beatrix zat er ook zo bij. Zo, dat clubje hebben we, gaan bijna leg. Dat zie je toch? Hebben jullie gezien? En vind ik zo mooi. En dan zie je Beatrix in het midden. Juliane was ook altijd in het midden. En aan weerskanten, Lubbers aan de ene kant. Van Ardenne aan de andere kant. Zo'n originele opstelling, weet je wel. We hebben nog schoolfoto's, daar moesten we gaan liggen. Weet u dat nog zo? Waarom ze nou de volgende keer zo'n foto niet maken, gewoon? Lubbers en Ardenne liggen er zo voor. Beatrix, dat zou toch leuk zijn? Dat zou niet mooi vinden? Ik zou maar rot lachen. Ik zou erg lachen. Ik zou erg lachen. Nou ja, dat geeft allemaal niet. Maar als je ze zo ziet staan, dan weer die koningin, hè. En zie je ze op de bordes staan, dan moet ik wel lachen, hè. Dan denk ik, oude wijn in nieuwe zakken. En vannacht er niet meer bij, ik mis hem toch. Ik heb nou al heimwee naar vannacht, wat gek, hè?
Niet dat ik het zo'n bestuurder vond of zo. Toen die kwam, toen zeiden mensen allemaal, de kuddegraas zonder herder, weet u nog wel. Toen die pas begon, zeiden mensen, kuddegraas zonder herder. Nou, nou is hij weg. En nou zeg ik een beetje, nou, de herder heeft de kudde te grazen genomen. Dat is het. Hij is weg. Commissaris van de Koningin in Brabant. Die mensen bedenken altijd wat, dat zal hij waarschijnlijk worden. Dat was net vrij. Weet u wel, commissaris van de Koningin in Brabant. En zo, ja, dat was allemaal mooi en zo. Als hij het wordt, maar dat wordt hij niet. Let nog maar op mijn woorden. Ik heb wel eens vaker gelijk gekregen. Mark my words en let maar op mijn woorden. Ja, dat betekent Engels. Nou. Maar let er maar op, dat gaat helemaal niet door voor commissaris van de Koningin. Jongens, eerlijk zeggen, als ik te lang en te laag zit, hoor. Nee, dat is voor de cameramensen. Mag ik even blijven zitten? Ik ben zo moe. Ja, dat geeft niks. Nou, dan blijf ik even hier bovenin. Kan je dan makkelijker lezen. Hoef niet zo te zeuren. Opa wordt een dag jou, hoor. Nou, vannacht gaat weg in elk geval. En ik heb al heimwinnaar. Ik vond het mooi. Altijd als het net het kabinet geformeerd moest worden, dan moest hij altijd een startschot lossen, weet u wel. Altijd van die belangrijke dingen. Op de fiets rijden. Ik hou van die mensen die iets doen op een moment dat ze nodig zijn op een ander punt. Dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk soort mensen. Daar hou ik van. Ik vond vannacht altijd ontzettend leuk. Ben hem op geen enkel punt met hem in. En als commissaris van de Koningin in Brabant, dat zie ik niet zitten. Hij heeft nou al een naam, een bijnaam, als hij het wordt, de Dries van Breda. Het is, een kabinet voor likmevessen, weet je dat? Nee, dat is niks. Hoe weet je dat? Ja. Dat is feeling, dat is feeling. Maar het is geen goed kabinet. En als je nou eerlijk vraagt, ik geef niet al mijn geheime prijs op zo'n avond. Want je hebt altijd kans dat er een paar mensen kijken. En dat vind ik altijd vervelend. Nee, nee, maar ik weet dat het geen goed kabinet is, want Den Uyl lacht me te veel. Nee, het is nog zo nieuw en het is voor mij ook moeilijk, voor alle conferenciers moeilijk, want ze hebben nog niks gedaan, nog geen zeiltje geramd of zo, ik zou maar zeggen. Dan heb je pas wat aan zulke mensen, die moeten eerst een zeiltje rammen of zo, weet je wel, of zo, zou ik maar zeggen. Ja, wat heb ik dan allemaal keurig nette mensen in van die zakken pakken, dat vind ik allemaal niks. Daar heb je niks aan, er moet wat gebeuren, er is helemaal niks gebeurd nog. En ik weet het precies, als ze weten dat ik oude jaar ga doen, dan zijn ze heel voorzichtig die laatste dagen. Allemaal onbekende mensen waar ik nog nooit van gehoord heb. Van Eegje Schoo, heb je daar wel eens van? Kijk, zeg nou eens eerlijk, wie weet dan van Eegje Schoo? Ik weet van geen Eeg, ik wist niet eens dat dat een voornaam was. En Scho, dat was een achternaam, zo heet ze niet. Ze is getrouwd met Pijs van Onderwijs. Die was vroeger van Onderwijs, weet je wel. En die is nou weer woedend omdat zij dan in het kabinet is en hij niet. Manneke pisnijder, zo noemen ze. Ja, dat is allemaal niks. Nou ja, je moet er gewoon afwachten. Ik vind die Eefje Scho, dat is een feministe. Ik weet ook niet wat het is hoor, dat zijn vrouwen zonder kant aan de broek. Ja, wat ze er dan aan hebben, weet ik ook niet. Ik denk schrikdraad.